We komen nu de ruimte van Joël Tuurlings binnen. Ik vraag me dan af, Joël Tuurlings en een tentoonstelling over lichamen. Die link die had ik nog niet gemaakt. Of? Wel, ik had beloofd om heel kort te zijn, maar het is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik heb haar, bedacht ik mij plots, ik heb haar 12 jaar geleden leren kennen tijdens een workshop die ik organiseerde. En waar we eigenlijk heel veel tamelijk intense ervaringen doormaakten. Onder andere bijvoorbeeld 's nachts in een veld gaan wandelen en die einder ontdekken en de overgang van donker naar licht ervaren wat daar aan de hand is. Het is mij heel erg duidelijk geworden dat waar zij eigenlijk mee bezig is, bijna voortdurend, is het concept van ruimte, tijd en hoe voorstellingen en denkbeelden georganiseerd worden of eigenlijk niet georganiseerd geraken in je hoofd, in hoe je voorstelling van de wereld in elkaar zit. En waarom spreek ik nu van ruimte-tijd? Omdat, omdat daar het lichaam, en dat is een fundamenteel begrip in haar werk, omdat daar het lichaam eigenlijk altijd de vooronderstelde is. Dus als je nu vergelijkt, en dat is heel fundamenteel in de tentoonstelling, een camera heeft bijvoorbeeld totaal geen ruimte-tijdbesef, heeft ook helemaal geen besef van voor- en achtergrond en hoe die zich verhouden en kan niet kijken. Een oog kan, enfin, of een mens kan kijken achter iets. Dus als ik die ladder zie staan, dan kan ik perfect die hele muur erachter doordenken, al is het maar ook omdat ik dit al eens gedaan heb en dat beeld meeneem, dat zit in mijn hoofd en ik reconstrueer voortdurend dingen. Ik maak voortdurend zin. Maar ook onzin, ik breek dat ook weer af. Ik herdenk en hermaak dingen voortdurend in mijn hoofd. En dus ruimte en tijd en dus lichaam spelen daar een ontzettend grote rol in. En wat zij doet, en dat vind ik zeer fascinerend, dat is altijd proberen dat punt te vatten waar dingen net uiteenvallen of net betekenis krijgen en waar plots ook referenties van heel ver en samenkomen. Ja. Kunnen binnenkomen. Dat zal ze hier, enfin, dat denk ik zal ze hier doen, maar dat is zeer fascinerend om maar ook te zien dat opbouwen en om daarover te discussiëren van hoe komen dingen samen. We hebben ook heel veel gepraat over archief, maar wat is een mens, wat is een lichaam anders dan een levend archief? En wel een discussie die we hadden over archief en hoe verzamel je dingen, hoe houd je die bij, hoe maak je daar een ordening in, komt ook terug in de manier waarop je zo'n ruimte samenbrengt en tot net tot betekenis brengt. Ja. En dat is het is een werk waar, voor mij heeft dat een zeer meditatief karakter. Je moet daar echt je tijd nemen en niet rap kijken van, ah ja, hier is precies niet veel te zien en door. Nee, nee. Je moet eigenlijk die tijd, maken. Die lengte van passen die hier uitgezet worden, kleine stukjes aan te raken materiaal, zo plush materiaal voelen. De verhoudingen tussen een licht dat op een stuk skelet gericht is en wat dat eigenlijk doet met dat skelet, het kleurtje dat daaraan. Je moet alles daar gewoon. Echt, alles heeft een plaats en die is precair, maar precies. Ja. En dat is het interessante. Het is niet de zelfverzekerde kunstenaar die zegt van zoals ik het gezet heb, is het fantastisch. Nee, alles zit in een net goede plaats. Ja. En dat maakt een soort precariteit, maar tegelijk ook een enorme sterkte. En eens je het wonder ziet, dan is het echt een wonder. Maar je moet, misschien net als ons lichaam zelf. Ja, dus we vergeten het altijd, maar eigenlijk plots ziet je van, ah ja, het is eigenlijk een heel subtiele, fijne evenwicht. Balans van, ja. Ja, zelfs bijna geen balans. Het is, zoals ze zelf zegt, zoals melk die in koffie oplost. Wat een ongelooflijk schouwspel is, eens dat je het ziet. Maar het is bijna niks. Het is zoiets wat even voorbij komt. Even meer. Ja. Ik gebruik niet meer het woord precair, maar misschien is... Precair is... Zo van, het kan net... Het zou kunnen direct kapot vallen, maar het doet het net niet. Dus het fragiel. Fragiel, ja. Oké. Okay. Fragiel, maar niet... niet gammelen, zo gewoon... Zo, ja, er zit ook iets precieus in. Het is allemaal, alles wordt hier 10 keer verzet van plaats. Hè. Dus echt zo, nee, kom alles er weer uit, alles er weer in. Zo werkt ze ook in haar atelier. Hè? Ja, dus zo ontzettend veel geschoven en gedaan en plots, ah ja, oké. Okay. Ja. Stop. Nu zijn we er.
Dus een, wat heel interessant is, is dat Stella Lohaus en Annie de Dekker wellicht morgen, ja, dit is voor de opening natuurlijk, maar wellicht morgen eens langskomen om. Stella Lohaus is lange tijd de galeriste geweest van Joël Tuurlings. En we hebben ook een werk van Bernd Lohaus, maar het is nog ingepakt, jammer genoeg. En misschien wordt Bernd Lohaus een soort gast in deze zaal. Spannend. Dus dat is wel spannend. En ze komen ook eens meekijken. Dus Annie Dekker was zijn vroegere echtgenote. Ja. En Stella Lohaus zijn dochter natuurlijk. Dochter, ja. Dus die komen dan ook eens kijken. En dus misschien zal die wel te gast zijn. Maar dat zullen we dan zien als het zover is. Als het zover is. Voilà.